In december nog rood gekregen tegen Waasland-Bever. Hier de eerste goede bal van Holzhauser. Dat kan niet, dat weten we. Van den Berg glijdt er naartoe, maar kon er net niet. Krijgen we een eerste keer een keeper aan het werk of kan hij die bal niet halen? Het is te hoog. Doelpoging op vrije schop van Holzhauser. Stil aan het gesticuleren. Het zal allemaal wat hoger druk moeten zetten. Pieter Maat, simpel. Tot bij Holzhauser. Bronio. Voorzet. Goeie bal richting Suzuki. En een geweldige parade van Descamp. Gaat Holzhauser Beerschot op voorsprong trappen. Trippelpasjes bij de Oostenrijker. En werkt het droogjes in de rechter benedenhoek af. Natuurlijk in het voordeel van Beerschot. Bakkali die moet terugverdedigen nu ook. De Vijns van Kayembe was goed. Maar toch nog Gillet gevonden. Golizade, de redding van Hamel. Dit kan niet blijven duren. Hier nog eens een bal richting Nicholson. En die gaat binnen. Het is Van Hamel die aan de grond genageld staat. Het was niet de hardste kopbal. Maar toch kan hij hem niet redden. En Shamar Nicholson brengt de bordjes gelijk. Holzhauser ligt op vinkenslag helemaal links. Eleke. Die lijkt vrede te nemen met een gelijkspel. Als je zo inhoudt, brengt hij dan toch nog wel goed voor. En aan de eerste zone, wie anders dan Jan van den Berg. Onwaarschijnlijke meters dat hij vandaag aflegt. Descamp al eentje gestopt, maar hij heeft hem al eens één keer kunnen vloeren. Holzhauser met de aanloop en hij legt hem opnieuw onderaan rechts. En dus is het 2-1 met nog maar 2 minuten in de toevoeging.